Elke dinsdag bespreken we iets met een stekker of een accu. En deze keer is dat iets met een accu en het zit in dit kleine doosje. Dit is een mic van DJI, oftewel de DJI mic. En DJI ken je misschien wel van de drones, van de action cams, maar ze maken dus ook voor creators, dat ben ik wel een beetje, een kleine handige microfoon. En je ziet het, hij is weg, want ik heb hem namelijk hier erop zitten en hier op mijn borst. Dit is zeg maar de ontvanger, dit is de zender. En deze DJI mic komt met twee zenders en één ontvanger. En wat zit er nog meer in het kleine charging doosje? Ik heb hier een USB-C aansluiting en ik heb hier zo'n Apple iPhone aansluiting. Hoe heet dat? Lightning aansluiting heet dat. Die klik je er zo onder, die klik je in je telefoon en dan ziet die telefoon meteen van hey, dat is een microfoon en die ga ik gebruiken. En deze kan je op je borst klippen met het clipje of met het magneetje. En ja, dan heb je eigenlijk gewoon meteen goede audio door je telefoon. Want dat is altijd wel een probleem waar ik zelf tegenaan liep. Als Luc nou even naar Enno kijkt. Dat is zeg maar als wij videoproducties moesten doen op locatie of gewoon hier in de studio. Dan heb je dus een Enno nodig met een koptelefoon. En daar heeft hij ook een ontvangertje. Je hebt hier een zendertje. Dit is wat we eigenlijk normaliter gebruiken. Maar ja, dit werkt al op penlightjes. Dit werkt met een accutje. En met XLR gaat het dus op die camera. Maar ik draai bijvoorbeeld veel op die telefoon. Zoals je misschien wel weet, de camera's op de telefoons die worden steeds beter en beter en beter en beter. Ik zie mezelf nog 10 jaar geleden naar E3 gaan met zo'n tas, met een statief, met lampen, met accu's, bandjes. Ik weet niet wat er allemaal mee ging. Maar datzelfde kan ik nu eigenlijk allemaal met dit ding doen. Alleen het grootste probleem van dit ding, met die goede camera, was de audio. En dus heeft DJI dit bedacht. Gewoon een kleine charging case met twee zenders erin. Dus als ik nu samen met Anna ook nog wil opnemen, zou ik hem kunnen aansluiten. En dan ziet dat ding meteen van oké, er staan er nu twee aan. Laat ik twee sporen gaan opnemen. De DJI mic komt in deze kleine handige charging case. Die kun je opladen met USB-C. En die zorgt ervoor dat altijd alles is opgeladen. Dus je twee zenders, je ontvanger. En alles zit ook bij elkaar. Dus die klap je dicht, steek je in je tas. En je bent altijd opgeladen, kom je aan op je productie. In tegenstelling met deze, accu'tje moet je los opladen, penlightjes moet je los opladen, alles moet je los opladen. Dit slingert los in je tas. Dan heb ik veel liever gewoon dit. Steek ik gewoon zo in mijn zak en good to go. Maar dit is dus, voor mij is dit echt ideaal. Want ik neem het liefst op met de telefoon. Dan kan ik namelijk snel de videofiles erop naar mijn MacBook. Kan ik snel opnemen. Het miste altijd nog die audio. Die ingebouwde microfoon op die telefoon is gewoon ruk deluxe. Je kan natuurlijk wel een externe microfoon aansluiten. Maar ja, die heeft dan weer ruzie met mijn gimbal. Of je zit weer met allemaal gekke draadjes en verloopjes. En het is ook niet direct op je borst. Je hebt altijd nog een klein beetje afstand. Het is zo'n soort van shotgun mic heb je dan. Dit is voor mij de perfecte oplossing. De accu in zo'n microfoontje gaat zo'n 15 uur mee. Dus dat is echt heel lang. Kan je meer dan een normale draaidag is bij ons ben je 2, 3, 4 uur aan het draaien. Meer niet. Dus 15 uur draaien is echt top. Maar als ze leeg zijn, je zet ze gewoon hierin. Zodat ze altijd opgeladen zijn. De ontvanger is ook altijd opgeladen als hij hierin zit. En ja, heb je een Android of heb je een iPhone? Het is echt binnen no time aangesloten en je bent aan het draaien. Nou ben je natuurlijk benieuwd hoe dat microfoontje dan klinkt. Nou, ik heb hier deze Sennheiser knoop eraan hangen. Die hangt via deze XLR aan de camera van Enno. En ik heb natuurlijk deze DJI mic. Die zit nu op de telefoon. Ze nemen allebei op. Dus we kunnen nou kijken of die audio een beetje oké is. Dus daar gaan we. Kokosnoot, Ariana Grande, wat wil je nog meer horen? Jean-Claude Van Damme, dat is ook een goede acteur, ja toch? Nou, nog een keer. Kokosnoot, Ariana Grande, Jean-Claude Van Damme. Nou, nu kun je dat mooi met elkaar vergelijken en dan kan je voor jezelf bepalen wat betere audio is. Dit
is het speeltje waar ik het afgelopen jaar denk ik het meest enthousiast van ben geworden. Want ik ben dagelijks bezig met korte video's maken en dit was altijd een probleem voor mij. Gewoon goede audio. We waren altijd aan het klooien met grote camera's die op zijn zijkantje leggen als we een TikTokje aan het maken waren met dingen aansluiten. Maar nu is het gewoon klik-plak en ik ben klaar om te gaan. Nou, vond je dit nou een fijne video en wil je meer van dit soort video's zien? Vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal, want elke dinsdag hebben we weer iets nieuws voor je met een stekker of een accu.